Jozef Kwida, wat was volgens jou de terechte einduitslag van deze wedstrijd geweest? Het is 1-1 geworden, maar als jij had mogen kiezen, wat was het dan geworden? Ja, ik vind wij moeten gewoon dit wedstrijd winnen. Wij zijn 1-0 gewoon naar voren en wij moeten gewoon compact spelen. Gewoon samen spelen. En misschien dat was ook omdat Norbert krijgt die blessure. Ja, we hebben nog goal gekregen dat hij was nog in de goal. Misschien dat is het, maar ja, jammer zeg. Je zegt eigenlijk dat het mede komt doordat je die keeperswissel krijgt, dat het doelpunt valt? Ja, weet je, hij heeft echt last in zijn knie en ja, ik hoop dat het geen kruisband of zo. Ja, is wel moeilijk, weet je, als je gaat nog 2 minuten met de keeper, dat hij heeft gewoon last in zijn knie spelen, dan is wel moeilijk. Maar ja, ik zeg gewoon jammer dat wij hebben niet 1-0 gewonnen. Je kunt natuurlijk ook naar andere momenten terugkijken waarin Go Ahead veel kans gehad heeft. 2 keer op de paal, afgekeurde goal. Is het niet zo dat je kunt zeggen dat het ook wel een terechte einduitslag is, die 1-1? Ja, dat wel. Maar ik bedoel gewoon, als je 1-0 naar voren bent, je moet gewoon simpel spelen. Gewoon samen spelen. En, ja, dat wij hebben gedaan, maar ja, kan nog beter worden. En, wat ik zeg, voor ons is nu belangrijk dat Norbert is zo snel mogelijk terug. En ja, wij moeten gewoon doorgaan op vrijdag. Jullie hebben nu 7 wedstrijden gespeeld. Natuurlijk, de mooiste overwinning zal die uitoverwinning tegen Roda geweest zijn. Was dit misschien wel het minste duel van NEC tot nu toe? Ja, dat wel. Dat denk ik ook. Wij kunnen gewoon beter spelen. We hebben echt goede spelers. Echt kracht in, op onze selectie. Ja, wij moeten gewoon beter worden. En misschien is het omdat wij zijn ook een beetje moe. Omdat wij hebben 3 wedstrijden in 1 week gehad. Dat is ook gewoon... echt moeilijk om te spelen elke week. Ja, als je speelt gewoon in 1 week 3 wedstrijden, dan is het wel moeilijk. Je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Go Ahead staat niet voor niks bovenaan. Was dit ook de moeilijkste tegenstander die jullie tot nu toe gehad hebben? Ja, volgens mij wel. Wel goede spelers. Sterk. Ook gewoon kracht in duels. Gewoon nooit meter gewoon vrij. Ja, wel een moeilijke wedstrijd. Ja, wat ik zeg, gewoon, wij moeten gewoon blij zijn dat wij zijn nog geslaagd. En wij moeten doorgaan. Tot slot, Jozef, door die blessure van Rens sta jij in de basis. Hoe bevalt het je tot nu toe? Ben je tevreden over hoe je presteert? Ja, ik voel wel goed. Ik vind dat ik heb gewoon het vertrouwen van trainen. Ja, ik wil gewoon elke week lekker goed spelen. En ja, elke wedstrijd gewoon beter worden. Dus volgende week ook uit tegen Almere? Hoop ik ook. Hoop ik. Dankjewel. Jack, als je zelf een uitslag voor deze wedstrijd had mogen kiezen, zou het dan de einduitslag zijn die nu op het scorebord staat? Nee, absoluut niet. Want ik had eigenlijk een beetje het gevoel dat we weer met 3-2 zouden gaan winnen. Maar uiteindelijk wordt het 1-1. Is dat wel een terechte uitslag voor jou? Ja, kijk, teleurstellend. En als je naar het wedstrijdverloop kijkt, dan denk ik dat het een terechte uitslag is. Hè. Je hoorde net ook, nou ja, goed, Stegenman was ook tevreden met de uitslag. En wij misschien ook wel. Al ja, zijn het wel wedstrijden waarin die kan vallen, maar hij kan ook aan de andere kant vallen. Daar moet je realistisch in zijn. Daar waren die 2 ballen op de paal een voorbeeld van. Uiteindelijk komen jullie op voorsprong en dan blijkt alweer dat de individuele kwaliteit die jullie ook hebben voor altijd een goal kan zorgen. Ja. Nou ja, dat is ook een kracht van ons. En meteen een minuut na rust, eigenlijk de bal van Mart, die vanuit een corner. Ja, dat zijn ook momenten waarin wij gevaarlijk zijn. En we de wedstrijd eigenlijk al, nou ja, voor een groot deel op slot kunnen gooien. Maar ja, de eerste goal van Sven is natuurlijk fantastisch. In de tweede helft, na dat moment van Dijkstra, neemt Go Ahead een beetje de overhand. Krijgen ze kansen en komt uiteindelijk ook die 1-1 op het scorebord. Maar weer door zo'n gek moment. Een aantal weken geleden was het met Okita die geblesseerd raakte. Toen raakten jullie het even kwijt. Nu leek dat ook even met Alblas dat moment te zijn. Kon die wel doorspelen, ook die ene minuut? Heeft dat ook nog effect gehad op die 1-1? Nou ja, goed, kijk, weet je, we hebben contact op de bank met de medische staf en op een gegeven moment wordt er een besluit genomen. Norbert wilde zelf graag nog proberen en dan wordt het besluit genomen. Voor ons allemaal natuurlijk lullig dat het precies op dat moment valt als hij niet fit is en dat die bal in de kruising geschoten wordt. Ja, we moeten nog maar zien of dat hij hem normaal gesproken ook gehouden had, maar ja, het is wel een vervelende samenloop van omstandigheden. Hoe gaat het met hem? Ja, hij lag net op de bank achter en hij werd onderzocht. En dat zal een eerste diagnose zijn. Daar heb ik nog niks van gehoord. En dat is ook altijd afwachten na het weekend. Geldt hetzelfde voor Joey?
Ja, die voelde wat in zijn kuit inderdaad. Maar ook daar, daar heb ik nu op dit moment nog niks van gehoord. En dat zal dan ook morgen of maandag verder onderzocht worden. Na afloop was er een discussie. Was dit nou de minste wedstrijd van NEC in dit seizoen? Of was dit nu de sterkste tegenstander van NEC dit seizoen? Wat is jouw visie erop? Nou, de Go Ahead is gewoon een goede ploeg. En staan niet voor niks mee bovenaan. En ik vond ons vandaag voetballend niet goed genoeg. Ik vond ons te vaak slordig balverlies leiden. Waardoor wij echt, ja, met name in de eerste helft en ook een groot gedeelte van de tweede helft trouwens, ja, onnodig balverlies leden. Ik heb ballen gezien van achteruit die op middenvelders ingespeeld werden, maar middenvelders van Go Ahead. Ik heb ballen via de zijkant die breed werden gespeeld, ja, zo in de voet van middenvelders van Go Ahead zien spelen. Ja, dan kom je in omschakelingen terecht, dan worden de ruimtes groot, dan moet je... Ja, lopen. En laten we niet vergeten, we hebben niet allemaal hoor, maar ja, een aantal jongens hadden ook wel 120 minuten gespeeld in Rotterdam van de week. Ja, dan gaat dat krachten kosten en dat kwam ons spel niet ten goede. En ja, ondanks dat hebben we toch nog wat kansen gecreëerd om in die eindfase de trekker over te halen. Maar ja, alle hens aan dek aan de andere kant was het ook natuurlijk. Volgende week zullen jullie ook scherp moeten zijn tegen een club die jij heel goed kent. Ga je daar extra naar uitkijken? Nou nee, het is voor mij gewoon een wedstrijd voor ons om, volgens mij staat Almere nu mee bovenaan na vandaag. Ja, en we zullen kijken hoe we met die druk van bovenaan weer, van een bovenaan staan, omgaan. En kijk altijd naar onszelf. Wij moeten als team, in onze speelwijze bepaalde stappen maken en dat is het allerbelangrijkste. Succes erbij. Volgende week, dankjewel. Okay. Hoi.